Tijdens het nieuwjaarsconcert van het Noord-Nederlands Orkest krijgt mezzosopraan Karin Strobos het gouden viooltje uitgereikt. De prijs is bedoeld voor buitengewoon getalenteerde muzici die geboren en getogen zijn in Noord-Nederland. Heel fijn. Het is natuurlijk altijd leuk als je waardering krijgt voor wat je doet. En het was echt een grote verrassing. En het is echt heerlijk om erkenning te krijgen van je thuis. Dat is heerlijk, absoluut. Ja. Het is niet de eerste prijs die Strobos in de wacht sleept. Ze won eerder al prijzen in Frankrijk en vorig jaar in Amsterdam de Grachtenfestivalprijs. Dat ze een talent heeft, ontdekte ze per toeval. Ik heb heel erg gestotterd en toen ben ik eigenlijk voor het stotteren op zangles gegaan. En mijn zangdocent die hoorde talent en die stuurde me naar het conservatorium en zo komt het. Het Gouden Viooltje is van oorsprong een Friese prijs. Enkele jaren geleden besloot de organisatie om de onderscheiding voor heel Noord-Nederland te maken. Strobos is de eerste buiten Friesland die daarvan profiteert. Deze ontzettende mooie, maar echter ook hele moeilijke aria's, die zingt ze gewoon alsof het gewoon haar tweede natuur is. Je vergeet dat er eigenlijk wordt gezongen. Het is echt van uitzonderlijk niveau.